Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën en de president van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, hebben gisteren een comité geïnstalleerd die adviezen moeten geven over het fiscaal en monetair beleid van Suriname. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Officieel heeft het comité de Monetary and Fiscal Policy Coordination Committee. Het ligt in de bedoeling dat de beide monetaire autoriteiten beter samenwerken, zodat de wisselkoers stabiel blijft en de inflatie laag. Het comité is bemenst met medewerkers van het ministerie van Financiën en de Moederbank.